Het Health & Care netwerk Kempen is tot stand gekomen vanuit het besef dat onze samenleving voor gigantische uitdagingen staat. We zitten met een steeds ouder wordende bevolking en dat gaat tegen een snel tempo. Vandaar is er eigenlijk het forum wat het netwerk eigenlijk is, tot stand gekomen om zorginstellingen, kennisinstellingen, overheden en ondernemers samen te brengen om te kijken hoe dat zij kunnen inspelen op die veranderende zorgvraag. We willen vooral in co-creatie nieuwe producten en dienstverlening ontwikkelen, zodanig dat die echt ten goede kunnen komen als een antwoord op de veranderende zorgvraag voor patiënten en cliënten. Voor de pijler testing en validatie heeft onze regio twee sterke living labs of zorgproeftuinen ontwikkeld. De eerste is Licalab, die al van 2012 actief is, en het tweede is recent opgestart, dat is het Revolution Center. We hebben een aantal dienstverleningen ontwikkeld voor bedrijven en zorginstellingen om hen te helpen om die eindgebruiker te betrekken, van bij de ideefase tot de marktimplementatie of de implementatie in het zorgproces. En dat zijn co-creatie, live testing of business modellering. De twee Living Labs die gaan volgend jaar nog meer inzetten om samen met Health & Care netwerk nog meer bedrijven te gaan ondersteunen om zorginnovaties in de regio te ontwikkelen. Een nieuwe dienstverlening die we ontwikkeld hebben is bedrijven helpen om buitenlandse markten, zorgmarkten te gaan verkennen, zowel binnen als buiten Europa. En nieuw voor zorginstellingen naar 2018 toe is dat we een heel trainingsaanbod hebben ontwikkeld om hen te helpen om zorginnovaties effectief te gaan implementeren in het zorgproces en ook om zelf te gaan innoveren in de eigen zorg. Organisatie. Met de pijler gezamenlijke voorzieningen en dienstverlening willen wij krachten en expertise bundelen. Intussen hebben we met de vier Kempense ziekenhuizen de krachten al gebundeld op vlak van een samenaankoopplatform. Er is daar een directe financiële win toch wel geweest voor alle deelnemers. En op deze actie willen wij eigenlijk verder bouwen om in de toekomst nog andere projecten te gaan opzetten. Met de pijler gezamenlijke dienstverlening en aankoop willen we zeker ook inzetten op uitwisselen van gegevens binnen onze sector. Het veilig registreren en delen van gegevens is essentieel, zowel voor eigenlijk de zorggebruiker, voor de patiënt, als ook voor de zorgprofessional. Een betere gegevensdeling vergroot eigenlijk de efficiëntie in de zorg, maar ook in de welzijnssector en heeft een positieve impact ook op patiëntveiligheid zelfs. Het uitwisselen van gegevens is een heel belangrijke uitdaging die we met het Health & Care netwerk van de Kempen willen aangaan. Het is natuurlijk belangrijk als je innovatieve producten hebt, dat je die eigenlijk ook aan de man moet kunnen brengen en zorgen dat die eigenlijk ook een markt vinden. En vandaar denken wij dat hier op deze locatie, op de Slim City, wat staat voor stedelijk leven innovatief maken, dat we eigenlijk die drempel willen verlagen naar de markt door het realiseren van een demoruimte en ook een zorgbibliotheek waar dus zowel ouderen als patiënten, als zorgbehoevenden of mensen in de zorg kunnen kennis maken met de nieuwe producten, met de nieuwe diensten die er op de markt aanwezig zijn in het kader van de zorg. En op die manier bieden wij de mogelijkheden aan bedrijven om te zorgen dat ze ook hun nieuwe producten, hun nieuwe diensten kunnen vermarkten. En ik denk dat dat zeker een meerwaarde is als we bezig zijn over innovatie in de zorg. Het Health & Care netwerk Kempen wil een lokaal en laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor ondernemerschap en zorginnovaties. Innoveren kost immers geld en ook wel risico's, brengt risico's met zich mee. Mensen en middelen moeten worden vrijgemaakt om producten te ontwikkelen, om dingen te testen en finaal ook natuurlijk producten en diensten in de markt te zetten. Het netwerk wil voor een stuk ondernemingen, maar ook zorginstellingen begeleiden bij het zoeken van geschikte financieringsvormen en subsidies. We gaan dat doen door diverse informatiesessies op te zetten, zowel voor de bedrijfswereld als voor de zorginstellingen, met de bedoeling om hen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden. En verder kunnen we in samenwerking met het innovatiecentrum ook organisaties en bedrijven op maat ondersteunen om die subsidies ook aan te vragen. Tot slot willen we als netwerk natuurlijk ook nieuwe, minder courante financieringsvormen gaan verkennen, specifiek voor zorginnovaties, zoals bijvoorbeeld coöperaties en ook crowdfunding. Het Health & Care netwerk Kempen zet sterk in op samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De studenten van vandaag, dat zijn de ondernemers van morgen. We willen dus ook dat studenten in een vroeg stadium kennis leren maken met nieuwe technologieën. Niet enkel nieuwe technologieën zijn van belang, maar ook nieuwe vormen van samenwerking.
Multidisciplinaire teams en het interdisciplinair samenwerken zijn daarbij van belang. Bestaande tools willen we ook maximaal ondersteunen en verder gaan uitbouwen. Op die manier bereiden we studenten voor op hun toekomstige carrière, waarin zorg, innovatie en zorgtechnologie erg van belang zijn. We kunnen eigenlijk spreken van een zorgdriehoek in de Kempen met het Revolution Center in Herentals, het Innovatiepark in Geel en Slim Turnhout. En daarnaast ook Welzijnszorg Kempen en het streekplatform voor wie zorginnovatie en zorgondernemerschap heel belangrijk zijn. We hebben in de Kempen alle troeven voor een innovatieve en een attractieve zorgregio, maar we moeten een klein beetje minder bescheiden zijn. We zijn zeer goed bezig, maar we moeten er meer mee naar buiten komen. We moeten het verpakken, we moeten er een strik rond doen. En we moeten met alle actoren veel meer samenwerken, veel meer netwerken, mekaar helpen in de kennis die we nodig hebben om de brug te maken tussen zorg en ondernemerschap. Het Health & Care netwerk heeft gezorgd voor inzichten in de sector, een netwerk van echte experten, kennis van de markt en contacten met mogelijke steunmaatregelen. Ik kan mijn collega-ondernemers aanraden om gebruik te maken van het aanwezige netwerk. Als we alle in de Kempen aanwezige kennis kunnen samenvoegen, kunnen we onze regio laten uitgroeien tot een echte Health & Care Valley. We zijn geslaagd met dit healthcare-netwerk Kempen wanneer dat we iedereen hebben kunnen samenbrengen, zorginstellingen en ondernemers, en we een duidelijke meerwaarde kunnen aanbieden voor die cliënten, die patiënten, die toepassingen ook in hun dagelijks leven goed kunnen gebruiken.